Hoi en welkom bij een nieuw ontwerp van mijzelf, de gehaakte deken Parallel Universum. Voor dit ontwerp gebruik ik Outvibe van Scheepjes en de kleuren die ik heb gebruikt zijn kleur 882 Blue Flower Haze en kleur 986 Energize. Van elke kleur heb ik 4 bolle garen in totaal gebruikt, samen met een haaknaald van 4 mm. Het geschreven patroon is ook verkrijgbaar op mijn website biancascrochetpalace.com. Ben je hier voor het eerst? Dan vergeet niet te abonneren op mijn kanaal. Voordat we alle lapjes aan elkaar gaan vasthaken, hebben we nog één ding te maken. En het zijn van deze kleine driehoekjes die precies passen tussen 2 hexagons. Dat is vooraan het uiteinde van de deken en hiervan gaan we er 10 in totaal maken. Deze gaan we maken in kleur B en we starten met een magische cirkel op de haaknaald. En we gaan beginnen met weer een eerst staand stokje. Als je het lastig vindt, maak je gewoon 3 lossen. Dat is prima. Ik trek een lusje en houd dat lusje dan vast met mijn vinger rondom dat lusje heen. In de magische cirkel draad oppakken en dan op een gewone manier een stokje maken. In de magische cirkel gaan we nu 9 stokjes bij inhaken. Dus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 en 9. Met die allereerste hier in het begin hebben we 10 stokjes gehaakt. We sluiten de magische ring door aan dat korte koordje te trekken. En dan hebben we een half rondje. We gaan gelijk door. Je draait je werkje ondersteboven. En nu gaan we losse steken maken. 15 in totaal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 en 15. In de volgende steek, daar gaat een halve vaste in. En nu hebben we hier een lus van 15 lossen. In de volgende steek gaan we een halve vaste maken. Dus we schuiven een steek op. We gaan nu weer een lusje maken. Nu een lus van 8 lossen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 en 8. En dan een halve vaste maken in de volgende steek. In de volgende steek weer een halve vaste. En nu gaan we een lusje maken van 5 losse steken. 1, 2, 3, 4 en 5. En in de volgende steek dan een halve vaste. In de volgende steek een halve vaste. Dan weer een lusje maken van 8 losse steken. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 en 8. En dan in de volgende steek een halve vaste. In de volgende steek een halve vaste. En we gaan nu een laatste lus maken. Eentje van 15 losse steken.
9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. En dan in de laatste steek boven de top, daar gaat dan weer een halve vaste in. Maak nog een losse en een losje trekken en de draad afknippen. Nu hebben we een klein waaiertje van 5 lussen en beide draadjes werk je even netjes weg. We gaan verder met dezelfde kleur en we zetten de draad op de haaknaald. En nu gaan we aan het werkje werken in de eerste lus en wees er zeker van dat de stokjes hier in het midden de goede kant op wijzen. Dus de goede kant die kijkt je aan. Dus je hebt het werkje weer teruggedraaid de goede kant op. En we starten in de eerste lus van die 15 lossen met een staand stokje. In dezelfde ruimte gaan nog 3 stokjes bij in. 1, 2 en 3. 4 stokjes in dezelfde ruimte. We skippen nu over naar de volgende lus van die 8 lossen. Daar komen ook weer 4 stokjes in. Allemaal in dezelfde lus. 1, 2, 3 en 4. Skip nu over naar de volgende ruimte van die 5 lossen. Daar komen 3 stokjes in. We gaan daar een hoekje in maken. 1, 2 en 3. Nu maak je 2 lossen. 1 en 2 en terug in dezelfde ruimte met nog een keer 3 stokjes. 1, 2 en 3. Dit is dan een hoekje. We gaan over naar de volgende lus van die 8 lossen en daar komen 4 stokjes in. 1, 2, 3 en 4. En dan in de laatste lus van die 15 lossen 4 stokjes haken. Dus 1, 2, 3 en 4. Nog 1 losse maken en een lusje trekken. En ik maak het draadje iets langer en die knip ik af. De draadjes die werk ik netjes af aan de achterkant. 1 driehoekje klaar. Maak er nog 9 bij zodat je er 10 hebt in totaal. Dit is het eind van deel 3. Voor nu bedankt voor het kijken en ik hoop je te zien in deel 4. Dag!